Oh, de stichting vangt voornamelijk verwaarloosde, mishandelde en in beslag genomen dieren op. Honden en katten. En vandaag vliegt de 100ste hond naar Nederland. Hoeveel honden gaat naar Nederland? Op het moment heel veel, gelukkig. Want het eiland is eigenlijk vol met honden. Dus iedere maand gaan er wel een stuk of 6. In Nederland zijn maar weinig leuke gezinshonden in de asiels. Dus Nederland zit echt te wachten op leuke, sociale, gezonde hondjes uit Bonaire of Curaçao, Aruba, Spanje, overal van de wereld, zeg maar. Ja, als de honden bij ons binnenkomen, kijk natuurlijk wat voor hond het is, hoe oud is die. Is het een hondje wat nog uitadopteerbaar is? Want ik heb ook wel hondjes die kunnen echt niet in een gezin gaan wonen. Die zijn zo beschadigd, hebben moeite met kinderen. Dus daarop beoordelen wij. En dan als we denken, oké, dat kan, dan gaan we ze klaarmaken voor Nederland. Dat wil zeggen, dan laten we ze rabies enten en dan krijgen ze een chip. En dan gaan we op zoek naar een nieuw baasje. Eigenlijk doen de mensen in Nederland die voor ons werken dat. De meesten zijn op straat gevonden, krijgen we een telefoontje van de politie of van een voorbijganger. Er liggen puppies in de struiken. Ik wil mijn hond niet meer. Nou zijn we daar niet zo voor, maar dat... Maar Nederland heeft zelf heel veel katten in de asiels. Bijna geen honden, maar wel heel veel katten. Dus een kat kan je in Nederland makkelijker uit een asiel halen. Wij hebben vooral verwaarloosd, mishandeld, in de steek gelaten, ziek. Als je je hond niet meer wil, dan zeg ik als beetje, doe dan een oproepje op durf te vragen. Of tegenwoordig heb je ook marktplaatsen Bonaire. Zet daar de hond op, ik kan niet meer, wil niet meer. Dat, eigenlijk zijn wij daar niet voor. Het eiland is bijna vol met honden. Iedereen heeft al een hond. En mensen die wel graag een hond willen, wonen in een huurhuis waar geen hond mag. Dat is hier het grootste probleem. Het zijn allemaal mixhondjes. Wij noemen ze East Pointers. Oh, zorg alsjeblieft goed voor de honden. En als je echt niet meer kan of niet meer weet, dan bel ons. We kunnen eigenlijk altijd wel helpen met voer of medicijnen of iets dergelijks. Maar wacht niet te lang. En gooi je hond niet op straat.